Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vrijdag en ik heb een drop in mijn mond. Het ligt er later nog wel even toe. Niels en ik gaan even naar buiten, hè Niels? Ja. Ja. We gaan naar Banië. Ja. Nou, wij gaan even boodschap doen. Ja. Goed verhaal, maar ik heb dus drop, want ik heb een beetje lage bloeddruk. Eerder zwangerschap niet gehad, maar nu werd ik ineens niet goed in de hennis. En nou, goed. Oh, botsing. Nou, we zijn weer onder rood. Een auto, ja. Er zitten kindjes. Ja, er zitten kindjes. Ja. Nu gaan we de boodschappen doen. Ik ga er op heen. Nou, inmiddels hebben we boodschappen gedaan. We hebben de kruiden geweest. Nu is het nieuwe stickers. Hij is gek op stickers. Ja, en dan gaan we nu eventjes wat drinken bij een kroegje, eetdingetje, waar Niels lekker kan spelen. Ja, dus dat is eigenlijk. Het heeft net geregend, maar we zijn redelijk droog nog. Ja, dus moet je een zonnebril hebben, ja. Niet voor de regen, hè, voor de zon. Ja. Dat is een momentje voor mezelf. Oké. Niels is even in de spullen. Doei. Zo, we zijn inmiddels weer thuis. Niels ligt op bed. En ik zit met de tablet op de bank. En een bord groen. Daar had ik heel erg zin in. En straks ga ik nog een broodje eten hoor. Maar ik lunch tegenwoordig vaak in etappes. Dan past het beter in mijn buik. Straks komt er een aannemer langs die gaat even kijken hoe we goed kunnen verbouwen zodat we een kamer voor de kleine kunnen creëren. En vanavond naar mijn ouders toe. Sven haalt ons op en dan gaan we lekker naar mijn ouders, gaan we daar lekker eten. Stoofvlees. En ja, dan heb ik gewoon het weekendje voor mezelf. Lekker. En Sven is pas dinsdag weer thuis. Dus zondag eten mijn ouders nog even hier mee. Gaan Niels lekker naar bed. En dan ben ik alleen maandag eigenlijk alleen met hem. En dat is wel heel fijn dat ik niet altijd hoef te slepen. Want ik heb echt heel veel last van die billen. Maar de fysiotherapeut zei dat het zeker beter kan dan het nu is, dat het echt niet de hele tijd zo hoeft te blijven. Dus ik heb oefeningen en ik moet op een tennisbal liggen en zo. Dus dan nou, hopen we dat het beter gaat. Nou, ik ga even lekker een serietje kijken. Een motor, ja. Wauw. We zijn een tekening aan het maken van papa. Die kunnen we in zijn tas verstoppen. Ik kan niet. Kan niet, hij zit aan je hand vast. Zo, hier. Oh. Mooie Spider-Man stickers. Niels' spullen zijn ingepakt. En zodra ze weer is, gaan we met de auto naar opa en oma. Mijn nieuwe tasje pakken. Ik zie er trouwens heel erg verslonst uit. Maar ik dacht, het boeit niet. Ga met de auto, niemand die me ziet. Dit is mijn nieuwe tasje. Van Stradivarius. Nee, Bershka. Dus die doe ik om met mijn camera erin. Ik ben ook weer een beetje kouder voor, dus ik kriebel op mijn neus. En nieuwe spulletjes mee, fietsstoeltje mee, fietsje mee. En dan gaan we. We zijn lekker, we gaan lekker eten. We hebben stoofvlees. Frietjes uit de airfryer. En salade. Wij zitten weer in de auto. We waren even bij mijn ouders. En hebben Niels, we hebben vandaag gegeten en daarna Niels natuurlijk daar uitgezwaaid. We gaan nu naar huis en dan gaat Sven de laatste spullen inpakken. En dan gaat hij op vakantie. Dan ben ik all by myself. Yeah. Goed. Anyhow. Woe! Witte sport. En ik niet. Goed. We gaan naar huis. Het is mooi geweest. Ik moet mijn oefeningen doen, of tenminste ik moet op een tennisbal gaan liggen, op een kleedje. Maar Mittens heeft bedacht dat dat beter
beter voor haar is. Ik zit op de bank en Sven is net vertrokken. En nu, ja, ik weet niet zo goed. Ik was Louis Theroux aan het kijken, wat super heftig was trouwens. Een stadje in Amerika waar dan 1 op de 4 mensen verslaafd is aan heroïne en zo. Dus was vrij zwaar, ook met een zwangere vrouw. En 1 op de 10 baby's die werd daar verslaafd geboren. Nou, ik vond het redelijk heftig. Maar nu zit ik zo half de Voice te kijken. Maar ik denk dat ik gewoon een filmpje ga kijken. Iets luchtigs en romantisch. Want anders ga ik met dit hele zware gevoel naar bed. Misschien ook niet wat ik bedoel. Maar ik wilde wat gaan testen. Dit. Ik wil nog steeds een keer zo'n lash serum gaan testen. Het is trouwens een beetje donker. Maar ik had geen kachel om lamp aan te doen. Want ik zou lekker in bed gaan liggen. Ik ben een beetje verkouden en zo. Maar ik weet nog niet helemaal. Maar ik zag hem bij Kruidvat voor een tientje. Ik denk, nou ja, weet je, baat niet, schaadt niet. Dit is de Superlash Serum Eyelash Enhancer. Serum voor zichtbaar langere, vollere en sterkere wimpers. Bewezen resultaat. Dermatologisch getest. Ik dacht, weet je, we gaan het gewoon eens proberen. Geen idee. Dit is het. Het zijn mijn wimpers nu. Ik heb op zich, ja, ze zijn heel erg blond, dus ik kan niet goed zien. Maar ik heb op zich, ik weet niet of je het kan zien, maar ik heb op zich best wel lange wimpers en vol. Ik mag helemaal niet klagen. Maar iets voller mag altijd natuurlijk. Maar laten we maar gewoon doen. Nou, nu is toch de truc dat ik het dan niet elke dag vergeet. Ik leg het gewoon naast mijn oogcreme. Het zit erop, super simpel. Maar dat had ik niet anders verwacht. Dan ga ik nu lekker relaxen in bed. Ik ga mijn pyjama aandoen. Ziezo, pyjama aan. Laten we een filmpje gaan kijken. Goedemorgen, het is zaterdag. En ik werd lekker rustig wakker, wel heel vroeg, maar ik was ook echt om 11 uur al. Ik kon mijn ogen niet meer open houden, dus ben om 11 uur gaan slapen. En dat is voor mij heel normaal, zeg maar. Maar normaal gaan we ook wel om 11 uur slapen, maar dan ben ik nog helemaal niet moe, dus dan lig ik nog een beetje filmpjes te kijken en zo. Dus voor mij is het echt vroeg als ik om 11 uur, het was 10 voor 11, dus dacht ik al, nou, ik kan mijn ogen niet meer open houden. Dus ik ben ook halverwege de film gestopt. Ik heb een film gekeken, ik weet niet eens hoe die heet, volgens mij is die Mother's Day. Ja, Mother's Day. En dan ben ik halverwege gestopt, want toen was ik te moe. Dan ga ik even naar de stad. En daarna even mijn wenkbrauwen verven. En dan ga ik even lunchen met mijn beste vriendinnetje. En ik twijfel of ik heel lui met de bus ga, want het regent echt heel hard. Ik heb natuurlijk net mijn haar gewassen. En ik heb er gewoon geen kracht voor. Maar dat hangt ook even van de lunchplek af, want het is niet in alle gevallen even praktisch. Oh, ik ga nog even klagen hoor. Leuk. Zeg maar even. Ik had laatste bestelling bij Boohoo gedaan. Ik weet niet of ik die heb gefilmd. Ik denk het haast wel, misschien ook niet. Hartstikke leuk. Maar een deel twijfelde ik over. Tenminste, even openmaken. Ik ga het even ergens anders doen. Gekke badkamer ligt. Ik had een bestelling bij Boohoo gedaan. Bijvoorbeeld die pyjama die ik gisteren aan had. Daar ben ik heel blij mee. Maar er was een broek waar ik over twijfelde. En een jurkje wat gewoon doorschijnt. Dit jurkje, wel een heel leuk jurkje trouwens. Maar het schijnt door. Dat is niet zo handig. Deze. Maar goed, nu denk ik, dan moet ik maar even kijken hoe ik ermee omga. Dit jurkje. En dan deze broek. Ik dacht, doe eens wat anders. Maar dat kan natuurlijk goed en slecht uitvallen. Het is een, nou ja, zwanger uiteraard broek.
Maar dan van heel casual, lekker soort joggingspul. En dan met wie de piepen. Maar die wilde ik dus eigenlijk terugsturen. Want dat jurkje schijnt door en die broek, ik wist het toch niet helemaal. En dacht bij twijfel niet overzeker. Alleen het was zo ingewikkeld. Ik kreeg het via DHL. Dus ik dacht ik breng het terug naar een punt van DHL. Nou, die konden er niks mee, snapten het niet. Toen ben ik bij PostNL, heb ik overigens een half uur in de rij gestaan. Want er waren drie Chinese mensen probeerden een pakje naar China te sturen. Maar ja, dat ging natuurlijk helemaal mis. En dat duurde echt eindeloos. Er stond echt een rij in die ACO van heb ik jou daar. En ik dacht, oké, op de plaats blijven bewegen. Want als ik stil sta, ga ik flauwvallen, zeg maar. Dat is een beetje nu het nieuwe gebeuren. Dropjes eten en bewegen op die plek. Hop, hop, hop. Nou goed, een half uur later was ik aan de beurt. En dat was iets van 13 euro of zo om het heen te sturen. Toen dacht ik, 13 euro? Die bestelling is nauwelijks 13 euro waard. Dat was echt heel goedkoop. Het was zelfs ook nog in de sale. Dus toen dacht ik ook, ja jongens, weet je, ik weet het niet. Ik kon ook niet meer nadenken. Ik ben dus weer weggegaan. Dus ik heb een half uur voor Jan Doedel in die rij gaan staan. Gewoon een beetje zonde. 13 euro. En ik las namelijk, en dat had ik daarvoor natuurlijk niet gedaan. Wat ook best wel intelligent is van mezelf. Maar ik las op allerlei fora over de drama met het terugsturen. Dat je heel vaak je geld niet terugkrijgt. Of dat het heel lang duurt tot mensen eindeloos naar klantenservice moeten mailen. En nou, ik trok een bak slijk over die toko open. Dat ik dacht, oké, dit gaan we dus niet meer doen. Dus het is... Ik heb een hoop gezocht. Ja, en ik ben in de Hennis. Ik heb ook voor mezelf gezocht. Alleen nog even voor de kleine in mijn buik kijken. En natuurlijk ook met een schuin oog voor niets. Zo rijden we dan ook alweer. Oh ja. Wij hebben een vriendinnetje te eten. Ik heb weer zo'n lekker sapje die er dit keer wat minder appetijtelijk uitziet. Want de chef versier was er niet vandaag. En zij heeft dit. Het ziet er gewoon heerlijk uit. Ik ben weer thuis. Ik heb mijn wenkbrauwen laten verven en mijn wimpers, zoals je kunt zien. Niet laten epileren trouwens. Mijn NARS tasje. Er zit niet alleen NARS in, er zit nog meer in. Ik had namelijk de Catrice Prime & Fine oogschaduwbasis, dus daar had ik in ieder geval nodig. Ik heb een klein deeltje gekocht voor mee. En een kleine douchegel, al ga ik ervan uit dat ze een douchegel heeft, maar dat is ook weet niet, toch fijn om mee te hebben ofzo. En deze Catrice Highlighting Eyeshadow in de kleur Highlight to Hell. Oké. Een beetje een wittige glans, maar dat vind ik heel mooi op je binnenste, in je binnenste ooghoeken. De NARS Tinted Moisturizer Pure Radiant. En ik heb de lichtste kleur, Light. Wat best wel fascinerend is. Mijn NARS meet ze me altijd heel licht aan. Maar op zich, in de winter snap ik het ook wel. Dit is de kleur Light 0. Het heeft verder volgens mij geen echte naam. Oh ja, Terre Neuve. Goed. Deze, heel fijn. Zoals ik al zei, had ik een hele droge huid. En dat heb ik, nou ja, echt toen ik echt een stuk jonger was, had ik dat ook. Ik werd gewoon weer jong. En... ik stond een beetje bij de ethos, een beetje naar het schap te staan. Ik dacht, ja, wat zou nou, weet je, is natuurlijk overal hydraterend en zo op, maar ja, wat zou nou echt wat doen? En toen zag ik de Rock NI Dryal. En nou weet ik dat ik die echt vroeger heel erg heb gehad. En dit is dus echt intensively moisturizing cream for dry skin. En ik moet zeggen, ik heb hem dus op mijn hand gesmeerd. Die zijn ook heel droog. Het voelt echt mega zacht. Dus ik dacht, top. En dit was ook 1 plus 1 gratis. Ik heb er meteen 2 gekocht. Ik dacht, het was ook best wel een handig tubetje voor mee naar Londen. Dat is gewoon een prima formaatje. Ik ga dit eens proberen. In de categorie droge huidjes heb ik voor vanavond een lekker crème masker met mango en ilip butter. Voor de droge tot zeer droge huid. En deze trui, die had ik laatst. Ik had laatst een trui gekocht. Die vond ik niet eens een zwangerschapstrui, maar wel gewoon lekker lang. En die vond ik heel mooi. Toen dacht ik, oh, die wil ik eigenlijk ook wel in deze kleur. Vond ik een hele mooie kleur. Toen had ik hem gekocht. En die was gewoon echt zo'n stuk korter. Precies dezelfde maat, precies hetzelfde model. Zo'n stuk korter. Die vrouw zei, ja, dat gebeurt wel eens een fabrieksfout. Maar kwam dus kort. Ik trok maar. Ik dacht, ja, het wordt een beetje lastig met een zwangere buik. Maar toen zag ik hem weer hangen. Toen dacht ik, oh ja, top. Dat is deze. Dat is gewoon heel simpel truitje, maar wel zeg maar, het is een beetje, ik kan niet tegen wol, dit is gewoon katoen, maar wel wat dikker.
maar wel weer een driekwart mouwtje. Hij oogt nog steeds vrij kort, maar deze zat gewoon wel over mijn buik. Hij oogt echt heel kort, ik weet niet. Ik heb hem echt gepast. Peronnenbroeken, moet ook gebeuren. En deze, hier ben ik echt mega benieuwd naar. Ik ga hem even openmaken. Een horloge. Ik heb namelijk een horloge van Kluze. Ik heb namelijk een horloge van Kluze. En die zag er zeg maar op de site zo uit. Dus grijs met rosé. Maar dat is hij niet. Hij is beige. En dat vind ik super mooi en praktisch. Dus ik ben er heel blij mee. Maar toen viel mijn oog op deze. Dacht ik, ja, eigenlijk wil ik ook nog wel steeds zo'n grijs met rosé. Dus daar ben ik voor gegaan. Nou, helemaal leuk. Ik ben hier helemaal blij mee. Hier word ik nou heel, heel happy van. Ik ga lekker in bad met deze The Big Sleep Jelly Bomb. Ik heb nog nooit een jelly bomb gehad van Lush. En dit is hem. Wonderlok. Ik zit lekker in mijn konijnentrui op de bank. Net heerlijk in bad geweest met zo'n jelly bomb. Was wel een beetje een zooitje in bad. Want die jelly die lost niet helemaal op. Dus nou, mijn hele bad zat vol met blauwe jelly. Maar het was wel lekker, moet ik zeggen. Dus ja, het is echt jelly. Een andere bal, zeg maar, is praktischer. Maar deze was wel lekker. Daarna heb ik heerlijk dat mango maskertje opgedaan. Dus ik vind maskertjes in bad nooit zo heel erg lekker. Maar het was ook heel lekker. Daarna mijn nieuwe dagcreme. Of nachtcreme. Dus alles in één, geloof ik. Opgesmeerd. Goedemorgen. Het is zondag. En ik heb net een lekker ontbijtje voor mezelf gemaakt. Lekker frambozen en musli en lactosevrije yoghurt. En dat ga ik op. Ik wilde eigenlijk eerst douchen, maar daar ben ik toch iets te wankel voor nu. Dus ik ga eerst eten en ondertussen ga ik video uploaden. En wat ik verder vandaag ga doen. Niels komt vanmiddag met mijn ouders en die eten hier mee. En voor die tijd wil ik in ieder geval wat filmpjes opnemen. Want ik ga een samenwerking, of ik heb al een samenwerking met Babystraatje, maar ik ga nu ook exclusief video's voor maken. Dus wil ik video's voor opnemen. Ik wil vast wat inpakken voor Londen. Zodat ik dat niet donderdagavond of zo hoef te gaan doen. Want ik weet hoe moe ik ben na mijn werk. Dus ik dacht, ja, dan heb ik natuurlijk ook gewoon nog Niels. En volgens mij heb ik donderdagavond ook nog de verloskundige. Dus ik dacht, weet je, het is goed. Dus dat wil ik nu ook een beetje doen. Zo kan je natuurlijk wel lekker werken, niet eens. Dit doet ze echt alleen als Niels slaapt of niet thuis is. Dan gaat ze dus op mijn schoot zitten. Aan tafel. Kijk, met de pootjes zo. Zo knoet. We zijn er maar even verder. En ik ga hem nu opmaken. En ik bedacht me ineens dat ik nog een kaartje te open had. Uit de grote... elke maand een datendoos die Sven voor me heeft gemaakt. En dit keer was het dit kaartje met daarbij Blarenpaleis. Dus het is voor een dagje shoppen. Superleuk. Ik heb video's opgenomen. Of nee, ik heb één video opgenomen. Drie, of ik ben met de derde bezig met bewerken. De rest staat allemaal online. Dus op zich ga ik wel als een speer. Maar het is ook alweer 12 uur. En ik ben ondertussen nu lunch aan het maken. Dat wil zeggen, mijn broodje zit in de oven. Maar ik weet gewoon niet zo goed dat ik mee moet nemen naar Londen. Ik kom er niet helemaal uit. En toen vond ik mezelf ineens echt zo moe op de bank. In mijn konijnentrui. Het is nu 3 uur. Dus ik denk ook dat Niels en papa en mama zo komen. Ik wil eigenlijk nog van alles doen, maar ik ben ineens zo moe. We hebben trouwens nu een hygrometer staan. Omdat we het gevoel hebben dat het hier veel te droge lucht is. En je ziet ook, hij is heel verdrietig. Want het is maar 30% luchtvochtigheid. En het moet zeg maar tussen de 40 en 60 zitten. En ik had hem vannacht, heb ik nog Niels' kamer gezet. En dan was het 36%. Op ons slaapkamer is het iets hoger. Maar ik denk dat het komt dat wij daar slapen. En dan, wij zijn natuurlijk ook... Zeg maar, als je bij dat ding gaat staan ademen, dan reageert hij ook op, zeg maar. Dus ik denk dat we zo'n luchtbevochtiger gaan kopen. Daar heb ik wat tips voor gekregen. Oh, jongens. Op, 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 op. Dit moment is heel lastig, geen koffie drinken. Goed.
Rempapam, we gaan aan de slag. En toen vond ik dit in de koelkast. Yes, cafeïne. Dus, klein blikje, maar ik word er heel blij van. Ik heb een vuilniszak naast me neergelegd, want ik dacht, oké, Perrine, dat kastje moet je ook een keer opruimen. En ik zal even laten zien wat er van één plank afkomt. En dan heeft Sven zijn toilet al mee. Nou, er zit hier echt, ik weet niet hoor jongens, het is toilettassen, oude dingen, weet je, dit is van ik weet niet hoe lang geleden, er zit ook bijna niks meer in, het moet gewoon weg. Ik ga hier even grondig opruimen. Dit is echt pure nostalgie, dit is zo lang mijn toilettasje geweest, ze ziet er ook echt niet meer uit, maar het is wel echt mega schattig. Maar ik ga hem even wegdoen, want het is gewoon smerig. Dit soort dingen ook, ik weet niet waarom het hier ligt. We eten risotto. Inmiddels zijn mijn ouders er. En niet te vergeten, onze kleine spruit met uit. Die is even lekker bezig. Ook weer blij om thuis te zijn. Alhoewel dit hoort natuurlijk altijd wel heel leuk voor opa en oma. Nu zitten we een blaadje te lezen. Oh, hebbes! Nou, ik ben er klaar voor. De grote truc met de tennisbal. Ik zit lekker op de bank. Ik was nog even op missie voor vakanties, maar ik kom er niet uit. Ik ga de vlog lekker afsluiten, want ik ben niet meer scherp. Ik ga de vlog lekker afsluiten, want veel meer spannend gaat er niet gebeuren. Volgend weekend neem ik jullie mee naar Londen, dus dat wordt leuk. En voor nu ga ik gewoon naar bed. Super bedankt voor het kijken en ik zie jullie heel graag volgende week. London baby.